goed muziekje. Goeie tekst ook. Zo. De finale. Voor de iets oudere jeugd. Onder 18. Ramon Leverink tegen Ian Spaans. En dan zeg jij... Wat zeg jij dan? Dat belooft een hele mooie finale te worden, want? Denk ik. Maar ja, goed, er deden meer dan 200 jeugdspelers aan mee. Een aantal daarvan die zie ik toch regelmatig in actie. En die hebben allemaal verloren van onder andere deze twee. Gentlemen. Dus dit moet wel een mooie finale worden. Over het algemeen in deze leeftijdscategorie spelen ze vrij. Kennen geen angst. Het is gewoon smijten. 100. Spelen dus zonder druk. 90. Ja, uiteindelijk komt er natuurlijk wel enige druk op te staan, omdat je hier natuurlijk wel in de Dutch Open finale staat. 85. Maar ze hebben geen angst. Ja, Ramon Leverink. Als je dan nog een beetje op zoek gaat naar wat resultaten, toch de iets bekendere van de twee. Hij staat op de 11e plek op de Nederlandse ranglijst. Spaans kom ik daar niet op tegen. 100. Maar ja, die staat hier dus wel gewoon in de finale van de Dutch Open. Het grootste jeugdtoernooi van de wereld. En Spaans is dan maar 14. 15. Ja. Leverink 16. Dat is misschien wel een verschilletje. Leverink uit Hengelo, 16 jaar dus. En Spaans komt uit Scheveningen. En is 14. 40. Waarom niet record 147? 147 voor Leverink gaat niet uit. Ja, die 121 die er voor Spaans nog staat, is het ook niet zomaar gedaan. Hier nu record 121. Triple 17 en boelzooi. Nee. Nee, zit er echt niet in. 97. Ramon Iroquois, 103. Triple 17 voor Leverink. Gooit hij niet. Dus komt Spaans terug voor de 12. Ian Iroquois, 24. Oh, no score. Ramon Iroquois, 26. Er zit er nog maar een eindje vandaan. Tops mist Leverink en dus ook geen finish nadat hij 5 gooit. 24. In Uruguay, 24. Dit zal dan de spanning zijn. Game short to the first leg. Ian Spaans. 24 pijlen nodig, Spaans, om tot de finish te komen. Ja, dit is de leeftijdscategorie waar Justin van Tergouw normaal gesproken regeert. Die speelde dit toernooi met de heren mee, dus... ja, die kwam daar zo ver dat hij niet bij de jeugd mee mocht doen meer. Wel fijn voor deze twee misschien. Ja, het opent alweer perspectieven natuurlijk. 100. En je ziet het altijd eigenlijk, de winnaar 66. Bij de jeugd van de Dutch Open, die doet eigenlijk altijd goed ook in de rest van het jaar. Dat zien we bijna altijd ook terug aan het einde van het jaar in Egmond aan Zee bij de Find the Darts Masters. Goed, hoe mag je dit toernooi zien voor deze spelers? Hoe staat er aangeschreven? Nou, dit is wel het grootste toernooi van Nederland sowieso. Je weet ook dat de finale op televisie is. Dat telt natuurlijk wel. Voor de jeugd hebben we natuurlijk nog het wereldkampioenschap bij de BDO. Dat wordt wel wat hoger aangeschreven. En de Winmaar World Masters, dat heeft de langste traditie met name. En dan heb je ook nog de Final Darts. Maar dat zijn de drie grote televisietoernooien die allemaal een jeugdtoernooi op hebben. Maar deze is van alle opens by far de meest belangrijke en ook de meest bezochte. Ja, deze spelers moeten het vooral nog van de ouders en hebben die ze van hot naar heel ja, ja, zo gaat dat, hè. Ja, ik kom ook nog wel eens op toernooien elders in Europa. Daar heb je mazzel als je aan de 30 jeugdspelers, 40 jeugdspelers komt. En hier doen er meer dan 200 mee. Daar is natuurlijk ook weer met afstand te maken. Ja. Men rijdt toch makkelijker even naar Assen toe. En het is populair in Nederland, dat zeiden we al eerder. Niet alleen bij de meiden, maar dus ook bij de jongens. Ramon Leverink. Third leg is he in to throw first. En de wedstrijd is in evenwicht. Zoals
Het is een beetje anders natuurlijk dan zojuist. We spelen wel weer alleen met legs. Maar zojuist hadden we de best of 5. En nu spelen we voor de best of 7. 30. Ja, dit is de volgende generatie. Zo moet je dat betitelen. 60. Er zitten al een aantal spelers bij die... Bij de senioren. En goed, je ziet het aan Van Tegouwen die meedoet bij de senioren. Doet gewoon hartstikke goed. 60. Een aantal van die top jeugdspelers die kunnen echt bij de heren goed meekomen. Gooi ook vaak competitie regionaal al bij de senioren 60. Mee. Ja, en ik weet het uit eigen ervaring. Ik speel liever niet tegen ze. Nee, je wilt er niet van verliezen. Nee, precies. Als je 20 jaar of 30 jaar ouder bent. Nee, precies. Ik wil liefst nooit tegen jeugdspelers en niet tegen dames spelen. Sixty. Ik heb nog niet het idee dat beide spelers echt tevreden zijn. Ja goed, ze hebben natuurlijk vandaag echt veel wedstrijden moeten spelen. 42. Om hier te mogen staan. Ze hebben echt goed gespeeld, want anders sta je hier niet. Ja, en dan verwacht je dat niveau natuurlijk ook even makkelijk door te zetten. Ja, maar dan sta je eerst op een ander plekje dan eerst. Ja. Toen stonden er 10 mensen naar je te kijken, hooguit, of 20. En nu een boomvolle hal. 60. Ian Iroquois, 96. Die zich nog redelijk kalm houden, dat wel hè? Ja. De mensen op de vloer. Het is nog betrekkelijk rustig. Het zijn toch ook de vermoeienissen van 2 dagen Dutch Open, denk ik. 43. Vandaag is het ook de dag dat heel veel mensen gewoon weer terug naar huis gaan. No score. Goed, Spaans kan de tweede leg pakken als hij... Zo'n kopje er zo meteen bij houdt. 59. Want Leverink gooit een beetje tegen zichzelf, heb ik het idee. Die is mis. Dubbel 3 over. Aan de binnenkant. Dan maar, dan maar laten lopen. Inderdaad. Ramon Iroquois 164. Moeite met de dubbels voorlopig Spaans. Leverink 164. Gaat niet uit. De eerste zat goed. Daar wilde hij er dan nog eentje van. Mag Spaans nog een keer proberen naar dubbel 14. 84. Ian Iroquois 28. Weer te laag. Er zit toch spanning op de arm bij Spaans. Daardoor trek je ze wat omlaag. Game dit is niet goed. Nou, goed herpakt. Spaans en hij maakt hem. En de jongen van 14 staat dus voor tegen de jongen van 16. 43. Ja, Spaans uit Scheveningen natuurlijk. Zo'n beetje waar het dart in Nederland begonnen is. Daar waren de eerste Engelsen die gingen spelen in de cafés. Nou, verleden. Was je nog niet geboren? Nee, toen was ik nog niet geboren. En hij ook niet. Nee, als ik nog niet geboren was, was hij het zeker nog niet. Misschien zijn vader, maar dat zou kunnen. Ja. Ja, voor het verleden wel goede spelers gehad uit Scheveningen hoor. Edwin Max. In onze halve finale of kwartfinale van de Dutch Open gekomen. Ook televisietoernooien, het WK gespeeld. Wie weet, is het goede grond. Als je naar de stijl van Spaans kijkt, ziet er wel heel makkelijk uit wat hij doet. Ja. Geen moeilijke beweging, hij gaat staan. En die pijl, op, gewoon richting het bord. 16. Levering zit er, je ziet het. Wat meer bewegingen, maar die beweging zit wel, als hij zijn worp op elkaar heeft, dan is het wat minder erg. Maar het lijkt meer ontspannen bij Spaans, hè? 60. Dat zijn de Friesen van het Westen, zeg ik wel eens, Scheveningers. Dat was een bouncer. 40. Frans wil dat zich even omdat hij langs de verkeerde kant terugloopt. Ja, zijn flight was eraf gevallen. Dus dat kun je niet heel erg anders. Is even het materiaal weer goed aan het zetten. Heeft alles weer op orde. Nick Rolls. Die denkt, ach ja, ze zijn nog zo beleefd op die leeftijd om het te zeggen. 100. Ramon Iroquois, 88. 18. En bullseye voor Leverink. Ja, die gooit de bullseye.
knappe finish van Ramon Leverink. Die maakt er 2-2 van. En weer hebben we een spannend potje. Wat dat betreft worden we verwend met de finales. En ook bij de halve finales. Dat is een goede beurt van Ian Spaans. En wat doet Leverink? 100. Die volgt met 100. Ja, je ziet dat ze nu het ritme te pakken hebben. Ook even die eerste zenuwen, die zijn ze nu kwijt. 100. En wij kijken hier naar een scorebord. En daar worden de scores van 100 en meer in het blauw weergegeven. 140. En de scores daaronder in een andere kleur. Het is nu allemaal blauw, wat je op het bord ziet. 55. Ian Yerapoa, 140. Net op het moment dat je dat zegt, ja, zou je dat zien. 57. 114 voor Spaans. 14 en tops. Weer mist hij die 14. Die heeft hij. Die dubbel 14 mist hij al een paar keer. Trok hij hem eronder. Nu de enkele 14 ook. Ik zou hem niet verbazen dat hij dat bij tops dan weer gaat doen. Dubbel 10 zou wel makkelijker moeten zijn in theorie. Dat is een verticale dubbel. Je zou denken, hij heeft dan 6 pijlen genoeg, want die gaat hij ongetwijfeld krijgen, 6 kansen. 20. Maar de eerste 3 is hij kwijt. Nou, hij heeft veel pijlen voor de dubbel nodig, Ian Spaans. 101. Ian, you require 20. Die is ook verder buiten. Ja. Die is iets beter. En die is beter. Het beste. Ja, het duurde even, maar hij heeft hem. Het is dat hij iedere keer zo'n grote voorsprong heeft in die legs. Want de eerste leg had hij 6 pijlen nodig om hem te gooien. In de derde leg die hij won had hij er 8 nodig om hem te gooien. En nu weer 6. Hij legt dus duidelijk zijn basis in de eerste 9 pijlen. Nu ook weer 140. Prima begin van Ian Spaans. 55. En Leverink, hij loopt er een beetje achter de feiten aan. Ja, dat ziet, hij komt dan niet een dubbele toe. Je ziet dat ook meteen in de hoek met de vrienden en bekenden van Leverink. Die kijken niet heel erg vrolijk. Toch een beetje bezorgd. 58. Moppert op zichzelf. Ja, de eerste de triple 1 en dan wil je compenseren. En dan overcompenseert hij. Dan zit hij er 5 in. En dan is die laatste ook niet goed. En dan heeft Spaans nu toch echt het initiatief te pakken. En deze leg winnen. Dat betekent de Chalpe kampioen zijn. Dit is in ieder geval goed van Leverink. Gaat naar 136. En Spaans zal hem nu moeten wegzetten. 80. Hij gaat er 90. 56. 58. Pakt hij hem? Nee, nog niet. 30. Ramon Yerapoa, 78. 20 top zometeen voor Spaans. Maar Leverink is aan zet. En die gaat na 20 tops. Oeh, een triple. 1 pijl. Game shot. Ja, hij finish wel ijzersterk hoor. Natuurlijk al die 88 finish op de bullseye. Nu deze 78 finish. Game on. Als hij de kans krijgt, maakt hij. Ja. En daarin is hij dus sterker 81. Dan Spaans. En dus spelen we weer. Beslissende leg. Hier heeft Leverink pech. 20. En weer zo'n spannende pot. 16. En nu gooi ik mijn geld toch op Spaans. Of op Leverink bedoel ik. Omdat hij gewoon 81. Makkelijker finisht. Ja, wisselt makkelijk hè? Ja. Ik ga zo weer wisselen denk ik. Nee, want 43. Het is niet al te best van Spaans, die het nu ook in het begin een beetje laat liggen.
Leverink naar 85. 215. Dit zal Spaans moeten, maar hij gooit een triple 1. Hij blijft dus een beetje achter. Leverink heeft het initiatief, maar de eerste twee pijlen niet al te best, dus gaat hij naar triple 19. Dat doet hij goed. Ja, het is de moeilijkste dubbel van allemaal, die laatste dubbel. 16. Ramon Levering vanaf 118 voor de wedstrijd. Een triple 20 en dubbel 19. Nee, gooit hem niet in deze beurt. 43. Dat is ballen, die laatste. Wat kan Spaans dan overlaten? Kan hij nog een trippeltje erbij gooien misschien? Nee. 44. Ramon Iroquois, 75. Gaat als goed is zijn eerste match uit krijgen in ieder geval, Levering. Dubbel 12. 63. Ja, hij bleef op 12. Hij heeft die dubbel 6 over. Maar Leverink, je ziet hem in deze wedstrijd gewoon herstellen. 60. Hij mag nu aanleggen voor de wedstrijd en dus de titel. Dubbel 3. Eerst is mis. No. Tweede is ook mis. En dat betekent dat Spaans de kans krijgt met Leverink op 3. Spaans op 70. Op het beslissende moment zeg, laat Leverink hem lopen. Triple 16. 46. Dat scheelt niet veel. Ook Spaanse matches uit gehad. Leverink 1 dubbel 1, er is geen andere weg. Zo, even zuchten. Tijd nemen. De belangrijkste zegen kan hij pakken als hij hem raakt. En de eerste is mis. En de tweede is... Wow. Kist er vanaf. Ook mis. Nu heeft hij 7 match darts verspeeld. Ramon Leverink, Ian Spaans. Heeft er ook al 1 gehad. Dat is 2. Ja. Op zijn dubbel 12. En die ging niet lekker tot nu toe. Game, shot, on the Melhouse. Dutch Open Darts Youth Champion 2017 is Ian Spaans. De 14-jarige wint dus van de 16-jarige. Ja, en ik had het eerder gezegd niet meer gedacht, maar hij doet het wel. Ian Spaans wint de Dutch Open Darts in Assen. En doet dat door te winnen van Ramon Leverink. En wat is hij blij? Kijk eens. Well, ladies and gentlemen, right down to the wire. Come on, a round of applause for the two of them as they leave the stage. They'll be back very soon for the presentations. Ramon Leverink and our new champion, Ian Spaans. Ik denk dat dit wel een heerlijk interview gaat worden met Rick Hoving. Kijken of hij nu wat meer woorden uit de spelers weten krijgen, maar daar gaan we toch wel een beetje van uit.